Tijdens de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2018, gisteren, is er een discussie ontstaan na de spreekbeurt van Brokopondo-parlementariër Wendel Asadang. Asadang gaf aan dat er mensen in de samenleving zijn die neerkijken op de bewoners van bijvoorbeeld Brokopondo, die in de jaren 60 hun woonplaatsen moesten ontruimen voor de bouw van de stuwdam. Hij zei dat hij vaak vreemde reacties krijgt wanneer hij opkomt voor Brokopondo of het binnenland in zijn totaliteit, terwijl de bewoners pas na 35 jaren konden genieten van de opgewekte elektriciteit. Volgens Asadang zijn er toch mensen die zeggen, AI is goed voor die ellendelingen. Ik kan u ook aangeven dat voordat bepaalde dorpen in het district werden aangesloten op die elektriciteitsnetwerk, kregen we in de 80er jaren diesel-lichtaggregaten. We kregen diesel-lichtaggregaten aan voor de dorpen waren bestemd om elektriciteit op te wekken. Mevrouw de voorzitter, de opgewekte elektriciteit werd gebruikt in de aluminiumsmelter. Daar praat ik over die stuwdam van Suralco te Paranam. Mevrouw de voorzitter, sinds de sluiting van de smelter in 1999 werd het grootste deel van de elektrische energie in Paramaribo verbruikt. Asadang zei dat hij de ontwikkeling van Brokopondo ter sprake heeft gebracht, omdat president Bouterse afgelopen zaterdag heeft aangegeven hoe belangrijk het district is voor Suriname. De parlementariër wees erop dat de mensen van Brokopondo niet de beschikking hebben over goed drinkwater en daardoor in ernstige armoede leven. En ik heb net geschetst de bijdrage van het district Brokopondo, dus ik wil niet horen dat er geen geld is wanneer het om Brokopondo aangaat. Ik wil dat niet meer horen, voorzitter, omdat we een bijdrage leveren als district aan de nationale ontwikkeling. Waar gaan al die gelden die uit het district komen naartoe? Wanneer wij problemen hebben, dan kan een deel van dat geld niet teruggestort worden of gebruikt worden om onze ontwikkeling daar te helpen financieren. Voorzitter, ik heb hier de minister van NH gevraagd. IAM Gold heeft een fonds opgezet, CME-fonds, waar ze die gelden die ze daar hebben, etelijke miljoenen dollars, dat ze dat geïrmarkt hebben, eigenlijk geparkeerd voor milieu- en mijnbouw-gerelateerde projecten. We hebben hier met de minister gezeten en gevraagd als er geen social paragraaf toegevoegd kan worden bij dit fonds, zodat de problemen waarover ik nu praat, dat wij dan middelen daaruit kunnen putten om die projecten uit te voeren als de overheid de middelen niet heeft. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen heeft toen beloofd dat de statuten gewijzigd zouden worden. Tot heden heb ik niks meer daarover gehoord, zei een teleurgestelde Asadang. Hij is moe om de mensen voor te houden dat er geen geld is. Hij wil daarom precies weten wat er gedaan zal worden om de problemen van de mensen op te lossen.